Ik ben Jurie Rijs, 19 jaar oud, woon ik op Gressoek, thuis bij mijn ouders, broerke en zusje. Ik studeer nog in Eindhoven, Fontys Hogeschool, mechatronica, de industriële automatisering is dat meer. Nou, in deze tijd loop ik stage bij Vandoren Engineers in Beringen. En daar ben ik nu nog 2 weken stage aan het lopen en dan ben ik klaar. En dan moet ik weer terug naar school toe. In principe is het wel gewoon fulltime werken aan de school toe, maar ik heb wel gewoon tijd zat om... Ik maak er gewoon tijd voor, laat ik het zo zeggen. Vastloven betekent voor mij het samen zien met mensen die de passie met zich delen en die dat samen willen vieren. Ik zat op stage en mijn telefoon loog voor mij en toen heb ik hem ook op stilstaan. En toen zag ik dat hij afging en onze vorst Richter belde toen. En ik wist gelijk dat hij mij nooit zou bellen en rond de tijd van het jaar wist ik eigenlijk ook al zat. Dus mijn hartslag ging keihard omhoog en ik kreeg het weer hem. En toen heb ik ook meneer opgepakt. Toen heb ik hem truc geappt van bel me gewoon later op tijdstip maar truc, want hey, ik kan het nou niet doen. Ik weet niet wat ze wil gaan vragen, maar nou kan ik even niet oppakken. En wie er later truc belde, stond ik op een plaats voor nemen ze mij kost 7 of huren. En toen begon er eerst met een verhaal over Jong Nederland dat ze een eigen groep wilden gaan opstarten. En toen schrok ik dus wel even, want dat had ik niet verwacht. En toen we daar eenmaal over aan praten waren, toen zei er ook van de wets ook wel dat ik vorst weer dit jaar sowieso prins willen werden. En daar twijfelde ik eigenlijk geen moment over. Na het uitkomen zou ik de papke al begon te bukken in de zaal, dus ze zal het wel geweldig vinden. Ja, mam die wist niet wat ze huurde wie ik dat vertelde. En de vriendin vonden dat ook helemaal geweldig. Ja? Ja. Ja, in principe hebben we in Gressoek ook altijd een prinses. Dat zou ze dan nog niet willen zien, want ze wil het wel nog gewoon toe zijn kunningslis en zo. Maar ze is er bij het uitkomen wel bij geweest en ze ging mij op de nek, ze ging mij in de polonaise, ze deed helemaal mee. Ze vond het helemaal geweldig. In het begin was het nog helemaal niet zo moeilijk, want dan leeft dat nog niet echt en dan is er nog niemand echt met bezig. Dus dan is dat nog niet zo moeilijk en allemaal goed vormig te houden. Alleen dan moet er ook een prinsfoto gemaakt worden en een paar keer bij elkaar zitten en zo van hoe gaan we dat doen. En toen heb ik al moeten lege toes en dan verzin dan maar eens een goede reden te verzinnen om weg te kennen. Dus ik heb een paar keer gezegd dat ik naar school was volgens mij en ja, dat heb ik nog helemaal meer verzonnen. Van alles, maar ze geloven het wel. Ik heb niet zo heel veel verwachtingen. Ik laat het allemaal maar op me afkomen. En ik zie het wel, wat het gaat werken. Ik heb er nu wel heel veel, erg veel zin in. Jong en fit, dus je kind wil rooien. Deze dag ben ik niet te rooien. Voilà.